topkok Johnny Boer en zijn vrouw Therese hebben woensdag de opening verricht van de biobeurs in Zwolle. De grootste biologische vakbeurs van ons land staat deze editie in het teken van groei. Biologisch groeit als kool momenteel tussen de 10% en 15% aan de marktkant. En we zien dat nu ook aan de omschakelkant er echt weer groeipotentie is. En ongeveer 55 boeren in omschakeling zijn van gangbaar naar bio. Ja. En daar is nog veel meer ruimte voor omschakeling. De biologische sector heeft veel behoefte aan nieuwe ondernemers om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende vraag naar biologische producten. We zien dat in de plantaardige sector de omschakeling echt op gang aan het komen is. Daar zijn nu in de akkerbouw zo'n 40 telers in omschakeling. In de dierlijke sector blijft dat echt achter. Daar hebben we er 10, 15 op dit moment. En moet het veel meer komen uit uitbreiding van bestaande bedrijven, hè, van 70 naar 100 koeien. Dat is waar nu de vraag een beetje mee opgevangen wordt. Maar aan de dierlijke kant is grote behoefte. Tijdens diverse workshops kunnen potentiële omschakelaars informatie verzamelen over de biologische bedrijfsvoering in verschillende sectoren. Je kunt hier heel veel kennis ophalen, heel veel mensen spreken uit het biologische netwerk, veevoerfabrikanten, boerenverenigingen, biologische boerenverenigingen, afzetcoöperaties. Je kunt hier echt je oriënteren op wat het inhoudt om om te schakelen naar biologisch en het netwerk te spreken, ja, die ook die producten van jou wil hebben.